In deze extra video een bizarre hint dat de mol verraadt in opdracht 1, mollenstreken die al 2 afleveringen achter elkaar de afvaller spoilert, en Jip haar kleding verraadt wellicht haar identiteit? Hey alle, ik ben Tim en ik neem elke week de hints en theorieën van Wie is de Mol met jullie door. En in deze video bespreek ik de extra hints van aflevering 1. Voordat we naar een hele bizarre hint gaan die wellicht de mol heeft verraden, kijken we eerst even naar een paar andere theorieën. Ik kreeg via Instagram het volgende gestuurd. Hoi Tim, ik heb een andere theorie over het blauwe oog achter de waarzegster. Ik moest direct denken aan het boze oog. Het symbool wat je vaak tegenkomt in het Midden-Oosten. Kees is geboren in Nazareth, Israël. En zo'n oog heet een Nazar. Groeten Iris. Een hele interessante theorie richting Kees is dit natuurlijk. Maar ik heb op internet ook nog even verder gezocht over het kwade oog. Als je op internet namelijk opzoekt waar het kwade oog voor staat, dan is te zien dat het kwade oog beschermt voor kwade ogen. En dat elke kwade blik die jouw richting uitkomt, je ook daadwerkelijk ongeluk en schade zal toebrengen. Oftewel, kunnen we er nu dus van uitgaan dat het blauwe oog van de glazen bol die van de mol is. Uiteraard is het een deel van de theorie van Arjan van Mollenjagers, daarvoor de credits. En dan zijn er natuurlijk nog maar 4 kandidaten over en dat zijn Rian, Kees, Fons en Jip. En aangezien het kwade oog uit het Midden-Oosten komt, is dit best wel goed te leiden naar Kees. Dan even een theorie over de afleveringstitel Een Handje Helpen. In het begin van de aflevering is een versnelde vorm te zien van de waarzegster die een kaart omdraait. En dit is de kaart van Tooske. Helpt de waarzegster ons een handje richting de mol? Wil jij elke week hints en theorieën blijven zien over deze topkandidaten? Abonneer dan vooral hieronder op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle Wie is de Mol informatie. Daniel uit mijn Wie is de Mol WhatsApp groep had op woensdag 3 januari het volgende gestuurd. Ik had laatst wel iets raars gezien op de Insta van Mollenstreken. Er was namelijk een filmpje gepost waarin beelden van The Future zouden worden laten zien. Daarin zag je dat het kartonnen bord van Babs rood werd. Dus alsof ze afgevallen was. Het is nu uit de clip geknipt. Heel raar. Nou ja, uiteindelijk is Babs dus ook afgevallen, maar daar hebben we nu natuurlijk niet heel veel meer aan. Waar we wel wat aan hebben, is dat Simon uit dezelfde groepsapp het volgende screenshot stuurde. Hierop is, spoiler alert, Jip haar kartonnen bord te zien die rood gemaakt is. Is Jip dus misschien wel de volgende afvaller? Ik zou in ieder geval je punten wijs inzetten hierdoor. Oh ja. Ook nog even belangrijk om daarbij te zeggen, uiteraard wordt Mollenstreken, in ieder geval vorig seizoen, opgenomen op de zondag na de aflevering. Maar het kan natuurlijk ook wel veranderd zijn dit jaar, want ik zie geen stories meer van Lavetje Rutjes die ineens bij het Afrotros gebouw is om Mollenstreken op te nemen. In ieder geval interessant om in de gaten te houden. Mocht je daarnaast ook mijn pool in de app nog niet gejoind zijn, dan staat de link in de beschrijving van deze video. Dan even een theorie van DaanVN.78 op TikTok. We hebben natuurlijk in de vorige video de theorie uitgelegd over Rian die ineens verschijnt tijdens het moment dat Anna de kroon aan het zoeken is. Maar Daan zegt juist het omgekeerde. Dat Anna de mol zou zijn en dat Anna als mol aan het zoeken was tijdens het moment dat Rian aan het zoeken was. Erg ingewikkeld wordt het nu. Maar goed, er kan wel iets in zitten in deze theorie. Dan een theorie van WDM-extra op Instagram. Hij geeft aan dat mocht Rosario de mol zijn, dat hij er dan voor koos om een vrijstelling te vinden en kandidaat te lijken. Omdat daarna geld mee verdiend kon worden. Hij stemde daarna bij de speeddate op zichzelf, dus daarom hebben we niet gehoord wie er op hem gestemd heeft. Ik vind het een goede theorie, alleen waarom zou hij dan op zichzelf stemmen? Dan komt er 1000 euro extra in de pot. Goeie vraag inderdaad, en ja, daar weet ik zelf niet echt het antwoord op. Wil jij dagelijks praten over hints en theorieën met andere molloten? Join dan zeker de WhatsApp groepsapp en de link staat onder in deze beschrijving. Dan komen we nu bij de ontwikkelingen over opdracht 1. We hebben namelijk een theorie van Danielle ontvangen via Facebook over een verdacht personage die wellicht de mol kan zijn. Allereerst Tooske. Bij Tooske op 1 minuut 21 van de aflevering loopt dit figuur mee en kijkt exact naar Tooske. Ook op 1 minuut 37, op 1 minuut 50,
loopt hij slash zij achter haar aan. Van alle figuren die rondlopen is iedereen een beetje in een groepje met elkaar bezig. Alleen dat figuur loopt doelloos overal een beetje tussendoor te wandelen in zijn slash haar uppie. Op 2 minuut 9 loopt Tooske naar binnen en kijkt het figuur tussen de mensen door nog een keer in de camera. Op 3 minuut 8 tijdens het selecteren van de kaart schiet hij achter de persoon in beeld langs. En bij de zoektocht van haar paarse parapluutje zie je dit figuur niet meer terugkomen. Als Anna aan de beurt is, wordt het iets lastiger. Er komt namelijk een persoon die erop lijkt, maar in plaats van een paarse sjaal is hij zwart. Op 7 minuut 36 raakt hij slash zij Jeroen aan. Op 7 minuut 38 bij Rian in de achtergrond. Op 7 minuut 46 Fons raakt hem even en strekt daarna zijn arm om hem nog net te kunnen raken en vervolgens weg te duiken. Op 7.53 zie je net aan de arm. Jip kijkt de kant uit van de figuur, dus komt deze niet naar voren in beeld. Duidelijk natuurlijk, want ja, stel het is de mol, dan gaat hij niet naar voren. Bij Rosario op minuut 8 zie je de figuur ook schuchter aanraken en weer wegduiken. 12 minuut 38 zie je hem weer bij Rosario. Dan op minuut 13.45 heeft Kees direct contact met de figuur. Op 15 minuut 57 vlak langs Jip ook kijkende naar haar. Dan op minuut 16.37 rechts in beeld weer Fons in de gaten houdend. Vanaf minuut 18.36 zitten de korte flashbacks en terugspoelacties van het handen schudden en aanraken van de kandidaten. Op 18.58 bij Rosario. Op 19.02 bij Babs. Op 19.06 bij Jip. Op 19.20 bij Rian in beeld. Op 19.28/19.30 is Anna. En bij haar is het de persoon met de, jawel, zwarte boa of sjaal. Dan 19.37. Bij Tooske is het weer de persoon met de paarse boa slash sjaal. Is Anna dus de mol? Want Anna is de enige persoon die een wisseling van het personage heeft. Dus een andere kleur sjaal, zeg maar. Een beetje een ander kleur personage. Het is best wel een grote gok om ervan uit te gaan dat dit personage daadwerkelijk de mol is natuurlijk. Maar het lijkt er in ieder geval wel op dat personage een beetje molverdrag vertoont. Dus het zou best wel goed kunnen. Dan zijn er natuurlijk ook meer theorieën over welk personage de mol zou moeten zijn. Zo stuurde Fiorenza mij deze series aan foto's op waar te zien is hoe een personage steeds naar de kandidaat, maar soms ook naar de camera kijkt. Ik vind het persoonlijk erg lastig om te zeggen dat één van deze twee personages de mol zou moeten zijn, maar daar kan de volgende int ons misschien wel mee helpen. Carla in een andere Wie is de Mol groepsapp op WhatsApp stuurde een screenshot van een bericht in een Facebook Wie is de Mol groep. Met daarin de volgende foto. Hier is Tooske te zien met boven haar linkeroog, wat het lijkt, een beetje smink. Natuurlijk is dit niet 100% zeker of dit smink is of een wondje of iets van een litteken. Maar het is wel verdacht. Dan nog even een kleine hint richting Jip. Jip heeft namelijk twee verschillende petten opgezet in de aflevering. Op de eerste staat No ID en op de tweede staat I don't work here. Oftewel twee uitspraken die ontkennend zijn. Wilt ze hiermee ontkennen dat ze de mol is terwijl ze dat wel is? En daarnaast is de tekst I don't work here best wel op zijn plaats doordat er €6.000 in de pot kwam. Overigens was haar plan om iedereen op een andere kandidaat te laten stemmen zodat iedereen zijn vrijstelling kwijt was. Kan uiteraard natuurlijk ook wel weer een anti-mol actie zijn, maar dat is aan jullie zelf. Tot slot wordt Anna het meest verdacht in de app, gevolgd door Rian. Ik ben benieuwd hoe dit gaat ontwikkelen in de aankomende weken. En oh ja, voordat ik het vergeet, moet ik van AH-makkers uit mijn groepsapp nog even wat zeggen. Mollo. Nou, dat is grappig. Mocht jij ook in de volgende video een zinnetje willen zeggen, dan kan dat. Join de WhatsApp groepsapp hier beneden in de beschrijving. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer voor meer en dan zeg ik laters.